van Schaik is denk ik een van de meest bijzondere kunstenaars die ons land kent. Hij is niet alleen een geweldige danser geweest, hij is ook een bijzondere choreograaf, beeldend kunstenaar. En als ontwerper heeft hij natuurlijk vele balletten voor het Nationale Ballet ontworpen. En daarmee heeft hij een unieke positie, niet alleen in ons land, maar in de hele wereld. Tour heeft als danser en choreograaf een enorm begrip voor dansstijlen. Dat is niet vanzelfsprekend. Hij is een ontwerper voor de grote romantische balletten, zoals het Zwanenmeer. En ook voor de hedendaagse werken. Hij is een hedendaagse ontwerper. En die combinatie is zeldzaam. From my first year in the company as a young dancer to my last year in the company, Tour has helped me delve into my roles to create an artistry. And that comes from his intense genius as an artist. Hij heeft een ongelofelijke wil tot scheppen. Elke dag lijkt hij in staat om iets te maken. En op een onverwachts moment kom je bij hem thuis en heeft hij een heel nieuw schilderijtje aan de muur hangen. En je vraagt, wat is dat? Ja, zegt hij, dat leek me een aardig plekje voor een oud Hollands schilderijtje. Maar ja, ik heb het maar zelf gemaakt. Wat ik in Tour van Schaik herken, is dat hij hele persoonlijke dingen uit dansers weet te halen op het toneel. De menselijke kant, los van de danskunstenaar, maar dat heel erg door de danser heen kan sijpelen. Ja, dat vind ik heel bijzonder ook aan zijn werk. When I came to the company, I was 17 years old and it was a very difficult time because I was very homesick. And Tour was creating many ballets during that period. And this was one of the reasons that made me stay in Holland, because it was very inspiring, very creative, and a very challenging time. Het werk van Tour gaat helemaal niet over dans, volgens mij. Het gaat over wat het betekent om mens te zijn, om een expressief lichaam te hebben. En het vorming van al die lichamen is net als bij hem het vormen van zo'n scenografie. Dat is een soort archaïsch moment van creatie dat je blijft zien. De vreugde van je hand in de klei, je vingers op een toetsenbord of een danser die zijn lichaam gebruikt. Nou, Tour, ik vind het fijn een woordje tot je te kunnen richten, want ik heb zo ontzettend lang fijn met je samengewerkt. En waar ik ook heel veel plezier aan beleefd heb om het te doen. En het mooiste, dat is natuurlijk het Zwanenmeer van Rudy en Tour. En dat was het grootste ballet, dat vond ik heerlijk om aan te werken. Tour was heel perfectionistisch. Als hij met de maquette kwam, dan wilde hij ook echt dat we het precies zo maakten zoals hij dat bedacht had. Hij kwam vaak kijken en gaf ons ook aanwijzingen en vaak schilderde hij ook mee. Lieve Tour, ik ben je heel dankbaar voor je aandeel in Giselle. Jouw ontwerpen, de kostuums en decors waren zo belangrijk voor de productie. En ook de ervaring en de rust die je meegaf in het hele productieproces was voor mij heel dierbaar. Его умение сочетать прекрасный выбор музыкальных произведений с его личным видением и их воплощение в движение намного обогатил мой опыт танцовщика. Несомненно, выбор связанный с богатейшим наследием человечества, пришедшее из античности, придает особый колорит его хореографии. A piece that I remember from Tour is called Spiegelsbefriesen. And not only the choreography was very complicated for what Tour is known, but also the set was very special because every minute there came a very heavy, strong spear down that stuck in the stage floor. And we had to practice where we were allowed to stand so we were not killed by this spear that made the whole stage floor tremble. It was life-threatening. 1, 2, 3, 4, and 1. Rudy kon niet zonder Tour en Tour kon niet zonder Rudy. En balletten wat wij hebben gezien en meegedanst, zonder samenwerking van Rudy en Tour tezamen, waren ze nooit geweest wat ze zijn.
Wat bijzonder is aan Tour is zijn enorme toewijding aan ons gezelschap, al bijna 60 jaar lang. En zijn grote liefde voor zowel het dansvak als de historie daarvan. En sowieso ook voor de historie van de kunst. Al zijn ontwerpen zijn doordrenkt van een enorme kennis en aandacht voor details van het verleden. En tegelijkertijd maakte hij steeds nieuwe eigen dingen. En die combinatie is echt ongeëvenaard.